Goedenavond. Nederland en Groot-Brittannië hebben oneenigheid over het verdrag van Maastricht. Nederland, maar ook Duitsland en Frankrijk willen dat de 12 lidstaten van de EG het verdrag zo snel mogelijk ondertekenen. De Britten willen zich niet binden aan een tijdslimiet. De EG-ministers van Buitenlandse Zaken besloten vanavond op een spoedvergadering in New York dat over het verdrag zelf niet zal worden onderhandeld. Ook al zeiden de Denen nee en de Fransen gisteren weifelend ja. 4 uur hadden de ministers nodig om een reactie te bepalen op wat eigenlijk een overwinning was voor de Europese eenwording, het Franse ja tegen Maastricht. Maar met name Groot-Brittannië, op dit moment voorzitter van de EG, probeerde dat magere ja uit te buiten om goedkeuring van het verdrag van Maastricht op de lange baan te schuiven. Maar met name Frankrijk, Duitsland en Nederland kwamen daartegen fel in het geweer. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Hurd wil eigenlijk het verdrag pas voor goedkeuring aan het parlement voorleggen als Denemarken weer in de pas loopt met de 12. Dat betekent dat de in Maastricht gestelde datum van 1 januari 1993 als einddatum voor het goedkeuringsproces niet gehaald zal worden. Afgesproken is nu dat goedkeuring in de diverse lidstaten zo snel mogelijk zal gebeuren. Alleen is in het midden gelaten of wat dat voor Groot-Brittannië betekent. Of dat dan later gebeurt of misschien wel helemaal nooit. Ministers zijn in ieder geval wel over eens dat er meer gedaan moet worden aan voorlichting over het verdrag van Maastricht. Zo zal ook in Nederland een voorlichtingscampagne op gang worden gebracht, waarbij premier Lubbers, minister Van der Broek en staatssecretaris Dankert zelf het land zullen intrekken om discussies met Nederlanders aan te gaan. Discussies waarvan één ding kan worden gezegd: de uitkomst van een discussie kan alleen maar een ja tegen Maastricht zijn. President Bush feliciteerde de Franse premier Mitterrand vandaag met de uitslag van het referendum. Ook Amerika steunt de Europese integratie, zei Bush bij een bezoek aan de Verenigde Naties. Daar beloofde hij een belangrijke bijdrage te leveren aan de vredesoperaties van de VN. Bush verklaarde voor de VN dat het Amerikaanse leger meer zal worden opgeleid en uitgerust voor het handhaven van vrede. Mensen, middelen en kennis wil hij beschikbaar stellen aan de Verenigde Naties op afroep. We will emphasize training of combat, engineering, and logistical units for the full range of peacekeeping and humanitarian activities. And we will work with the United Nations to best employ our considerable lift, logistics, communications, and intelligence capabilities to support peacekeeping operations. The United States is prepared to make available our bases and facilities for multinational training and field exercises. America used these bases to win the Cold War. And today, with that war over, they can help build a lasting peace. Bush sprak niet over financiële steun. VN-secretaris-generaal Boutros Ghali heeft becijferd dat voor de talrijke vredestaken een fonds moet komen van $1 miljard. De Amerikaanse regering heeft nog altijd een betalingsachterstand bij de VN van honderden miljoenen dollars. Als Bush in november niet wordt herkozen, was het vanavond zijn laatste toespraak als Amerikaanse president voor de VN. Er dreigt een polio-epidemie in de provincie Zuid-Holland, Zeeland en het westelijk deel van Gelderland. Morgen start een vaccinatieprogramma. In eerste instantie alleen op scholen met leerlingen die uit religieuze overwegingen nooit tegen kinderverlamming zijn ingeënt. De enige polio-patiënt die het tot nog toe is, ligt in het Dordtse Merwede ziekenhuis. Het is een 14-jarige jongen uit het gereformeerde Streefkerk die om geloofsredenen niet is gevaccineerd. Bij het crisiscentrum van de GGD in Dordrecht meldde zich na de berichtgeving over de polio in het 8-uurjournaal een groot aantal verontruste mensen. Hoewel er dus maar één polio-geval is geconstateerd, wordt hier met een echte epidemie rekening gehouden. De kans is groot dat de ziekte zich over de provincies Zeeland, Zuid-Holland en gedeeltelijk Gelderland heeft uitgebreid. De GGD's hebben onvoldoende capaciteit om de komende dagen meteen tienduizenden mensen te vaccineren. Daarom wordt er eerst begonnen op scholen met leerlingen die vanwege hun geloof nog niet eerder zijn ingeënt. Er wordt gewerkt aan gedragsregels om rassendiscriminatie te voorkomen en te bestrijden. Het Landelijk Bureau voor Racismebestrijding heeft een aantal richtlijnen opgesteld voor bedrijven en instellingen. Het rapport is gemaakt in opdracht van minister Dales van Binnenlandse Zaken, die de resultaten vanmiddag in ontvangst nam. In het verslag staan richtlijnen en dan gaat het niet alleen om discriminerende uitlatingen of grappen, maar ook om gelijke kansen bij doorstroming of promotie. Iedere organisatie kan de code op zichzelf toepassen en uitbreiden. Het gaat dan ook niet om een wet, maar om een gedragscode.
min. Als een bedrijf dat een beetje wat voorstelt. En dat ook, want er staan verschillende aanbevelingen in. En ook duidelijk in de topleiding. Heel duidelijk wordt gemaakt dat het zo hoort en echt niet anders. Heeft dat natuurlijk wel werking. Soms nog wel meer dan een wetsartikel. Hoor. Het weer nog. Morgen breekt de zon maar een enkele keer door de bewolking heen. Vooral in het westen zijn er enkele regen- en onweersbuien. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het voor vandaag op Dit Net. Goeienacht.